allemaal. Vandaag is weer tijd voor een update van hoe het met Niels gaat en hoe het met mij gaat sinds de zwangerschap. Niels is inmiddels 19 weken alweer. Dus ja, gaat hard. Ik ga gewoon weer random wat dingetjes vertellen. Ik heb vorige keer niet mijn buik laten zien, bedacht ik me. Dus dat ga ik vandaag hoop ik niet vergeten. Misschien moeten we daar gewoon mee beginnen. Laten we daar eens voor de afwisseling een keer mee beginnen. Mijn buik. Ja, ik ben nu inmiddels 2 keer een week ziek geweest. En ik heb 2 keer mijn nek verrekt. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk bijna niet gesport heb de afgelopen tijd. Dus aan mijn buik is niet zo heel veel veranderd. Dus ik ga hem laten zien, maar er is dus niet zoveel gebeurd. Dit is hem met kleding aan. Zo achter. En zo. En dit is hem zonder. Dus ja, hier zie je nog steeds dat het wat boller is. Dit is natuurlijk ook die navelbreuk. Dus ik weet ook niet ja, in hoeverre het nog gaat veranderen. Dus dit is hem. Ik ga ervan uit als ik weer ga sporten dat hij nog wel iets platter wordt. Maar ik heb natuurlijk geen idee. Dus dat was mijn buik. Verder is mijn gewicht redelijk zoals voorheen. Alleen heb ik nu meer vet in plaats van spieren, zeg maar. Omdat ik natuurlijk nog niet zoveel gesport heb. Dus ik denk dat ik eerder wat zwaarder weer ga wegen dan wat lichter. Maar goed, verder prima. Mijn kleding past gewoon. En ja, ik heb zo nog een beetje een boeddha buikje, zoals mijn vriendinnetje bij mij dat altijd noemt. Bij zichzelf, niet bij mij. dus dat. Dan verder gaat het bij mij dus wel oké. Ik heb afgelopen, wat was het, maandagochtend. Het is nu zaterdag, maar ja, dus afgelopen maandagochtend heb ik mijn nek weer verrekt. Voor de 2e keer al sinds de bevalling. Ik lag gewoon te voeden zoals ik hem vaker lig te voeden. 'S Ochtends voed ik hem vaak liggend en dat doe ik al vanaf het begin. Omdat ik aan het begin helemaal niet überhaupt kon staan. Oh, dat is de wasmachine. Even de wasmachine uitzetten, anders blijft hij piepen. Waar was ik gebleven? Ja, mijn nek verrekt. Ik was dus liggend aan het voeden. Er gebeurde echt oprecht helemaal niet. Vorige keer, toen ik mijn nek verrekte, zag ik me toen het verkeerd in mijn nek schoten. Toen was ik me aan het laten boeren. En toen deed ik zeg maar net zo om over mijn schouder leggen. Toen tak. Nou, dit keer was niks van dat al. Ik lag gewoon. Ik deed mijn hoofd echt een millimeter zo. En toen schoot het erin. Nou, ik zei al tegen Sven. Ik heb gescholden als een bootwerker. Toen ben ik heel hard gaan huilen. En toen heb ik de fysio gebeld. Nou, pas om 8 uur kon dat, maar goed, toen heb ik de fysio gebeld. En gelukkig kon ik meteen om 9 uur terecht. Maar dat resulteerde wel in dat ik dus een paar dagen weer niet mijn nek kon bewegen. Ik kan nu redelijk naar links, maar ik kan nog niet zo ver als normaal. Dus in het verkeer is nog steeds een beetje zo. Maar het is al veel beter dan eerder. En ik heb nog wel een soort brandend gevoel tussen mijn schouders. Maar goed, ik ben aan alle kanten gekraakt, dus het zal wel weer goed komen. Maar wel heel vervelend, want dat houdt in dat ik dan zelf ook weer lastiger voor Niels kan zorgen. Omdat dan tillen ook zeer doet en ja, je het niet nog meer wil overbelasten. Na mijn vorige, ik heb keelontsteking gehad. Ik weet niet of ik dat in de vorige heb gezegd. Volgens mij had ik dat toen ook al gehad. Nou, in ieder geval, ik heb keelontsteking gehad en ik ben nu bijna klaar met de antibiotica. Vandaag de laatste van de kuur. Ik moet zeggen dat de zwelling nog steeds niet helemaal weg is. Dus ik moet maar even de dokter bellen of dat oké is. Ik voel me verder prima. Eigenlijk zorgde dat alweer voor een enorme dip in mijn melkproductie. Dat had ik natuurlijk al na de buikgriep. En nu een twee antibiotica kuren eroverheen en dus weer ziek zijn. Het lukt niet meer. Het is gewoon niet meer genoeg. En toen had ik gezegd van nou ja, weet je, ik ga het nog 1 keer proberen. Als ik nu nog 1 keer ziek word, dan is het klaar. En toen verrekte ik mijn nek. En toen dacht ik, denk dat dit gewoon een signaal is. De fysio zei ook, je bent gewoon overbelast. En ik denk dat het gewoon een signaal is dat het gewoon niet meer gaat. Wat ik een hele lastige keuze vind. Ik zou ook vooral zeggen, google er niet te veel op. Want ik was erop aan het googlen en toen kwam ik de 101 redenen waarom borstvoeding zo goed is. Nou ja, toen was ik alweer. Dus ik twijfel nog steeds een beetje. Maar eigenlijk weet ik al dat ik het niet meer op het juiste niveau ga krijgen. In ieder geval, ik werk natuurlijk ook gewoon. Dus kijk, anders kan je zeggen, leg je kind gewoon heel vaak aan. Dan komt het waarschijnlijk wel weer misschien een beetje op gang.
Maar ik moet ook zeggen, Niels is enorm afgeleid. Dus die drinkt ook niet meer heel makkelijk uit de borst. Hij vindt het flesje verder prima. De avond- en de nachtvoeding doe ik al flesvoeding. Omdat ik zo'n lage productie had. En ik wel zeker wilde weten dat hij genoeg binnenkreeg voor de nacht. Dus ik denk dat ik me erbij neer moet gaan leggen. Dat het een beetje klaar is. Ik moet zeggen, ik heb gisteren was een beetje een warrige dag. En uiteindelijk heb ik om 11 uur gekolft. En toen pas weer om 10 uur 's avonds. En dat was echt geen enkel probleem. Dus ik vraag me ook ernstig af, want ik las met afbouwen dat je eigenlijk een week per voeding moet doen. Nou, ik 5 voedingen, dus 5 weken. Maar ik denk dat ik dat helemaal niet nodig heb. Ik denk dat mijn productie zo omlaag is gegaan in de afgelopen weken. Dat ik gewoon... Dus ik wil dat nu gaan kijken of ik het red als ik 's ochtends kolf en nog een keer in de loop van de dag. En dan aan het einde van de dag, zeg maar, dat ik dan 3 keer kolf. Dan heb ik al 2 voedingen eraf. Dus het is een beetje een dubbel gevoel. Hij weigerde laatst ook niet mijn borst, maar wel de gekolfde melk. Toen dacht ik ook, ja, weet je, het is een beetje trekken aan een dood paard. En hij heeft natuurlijk gewoon bijna 5 maanden volledig borstvoeding gehad. Dus eigenlijk supergoed. En daar moet ik eigenlijk al heel erg trots op zijn dat dat überhaupt is gelukt. En het is jammer, maar ik denk dat hij er ook heel veel aan heeft als ik weer wat meer energie heb en wat meer weerstand. En dat soort dingen. Dus het is een beetje dubbel. Maar goed, het komt erop neer dat ik ga stoppen met borstvoeding. Of ga afbouwen in ieder geval. Misschien dat ik wel bijvoorbeeld 2 voedingen kan blijven doen. Zoiets. Weet nog niet of ik dat wil. Ik ben nog een beetje aan het zoeken. Dus dat. Dan zijn we ook weer naar de orthopeed geweest. En we hebben weer een röntgenfoto laten maken. Afgelopen dinsdag. Om te kijken hoe het nu gaat. En heel goed nieuws, want waarschijnlijk mag hij over 6 weken zo'n spreidbroekje gaan afbouwen. Voor degene die het niet weten, hij heeft heupdysplasie. Daarvoor heeft hij een soort broekje aan wat zijn beentjes uit elkaar houdt, zodat zijn heupjes goed in de kommetjes. Nou, die zitten nu heel goed in de kommetjes. Het was eigenlijk vooral een probleem op links. Zit allemaal goed en haar verwachting was over 6 weken afbouwen. Dus dat houdt in dat hij dan precies 3 maanden heeft gehad en dan mag afbouwen. Dus dat is echt hartstikke, hartstikke fijn dat dat allemaal zo goed gaat. En we krijgen nog wel een soort hulpstukje. Want hij strekt iedere keer zijn beentjes zo wijd. En als hij het dan terug doet, dan een van zijn knietjes gaat al niet meer goed in dat broekje. Dus we krijgen nu een soort klitterbandje wat daar dan weer omheen zit. Wat dan de boel weer bij elkaar moet houden. Ik weet het niet. Maar dat vonden we dus heel goed nieuws. Wij gaan... rond die tijd ook een midweekje weg. En naar zo'n Center Parks, Landalparks ding met zwembad. Omdat Niels is echt dol op water. Dus we dachten, dat is hartstikke leuk. Dan gaat hij zwemmen en zo. En we hopen eigenlijk heel erg dat we dan net daarvoor nog naar het ziekenhuis kunnen. En dat hij dan dus minder dat broekje aan hoeft. Want dat zou heel makkelijk zijn met zwemmen. En dan heb ik dus meteen zijn eerste zwembroekje gekocht. Ik liet vorige keer al zwemluiers zien. En toen dacht ik, ja, moet er eigenlijk nog iets overheen? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar toen zag ik dit zwembroekje en toen dacht ik, dat gaat er overheen. Ik denk dat het er gewoon mega groot bij me is. Maar het is wel gewoon maat 68. Dus hij zit nu een beetje tussen de 62 en 68 in, zeg maar. Dus super cute. Met een zakje achterop. Dus die gaat hij aandoen. Ik heb ook zo'n soort... ik wilde eigenlijk een badjasje. Maar toen had mijn schoonmoeder had bij de HEMA hele leuke poncho's gezien. Zo'n handdoek met zo'n capuchonnetje. En dan als een soort poncho. Met haaitjes. Dus die heb ik nu ook besteld. En zodat hij gewoon lekker... Dat we hem lekker warm kunnen inwikkelen als hij uit het water komt. Dus dat is super leuk. Heb ik heel veel zin in. Lijkt me gewoon, lijkt me een hele onderneming overigens. Ik weet niet wat we allemaal mee moeten doen, maar lijstjes gaan maken. Verder zijn we bezig dus met dat slapen. Daar heb ik het al eerder over gehad. Volgens mij in het vorige filmpje dat hij heel slecht sliep. En daar zijn we de afgelopen, de afgelopen weken mee bezig geweest met ritme. En dat hebben we gedaan op basis van dit boekje. Daar heb ik het al over gehad. Baby in een droomritme van Stephanie Lampen. En eigenlijk gaat het wel goed. Ik moet zeggen, de afgelopen dagen weer wat minder. Omdat hij heel erg verkouden is en heel erg moest hoesten. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar op zich gaat het wel beter. Hij slaapt nu redelijk goed 's nachts. Hij slaapt tussen 7 en 11. Eigenlijk vrijwel altijd gewoon in één streep.
En dan tussen 11 en 7, dan is het iets onrustiger. Dan moeten we nog af en toe het speentje erin doen. Maar op zich, in vergelijking met wat het was, is het echt wel heel fijn. En wat we eigenlijk nu doen, en dat vind ik heel lastig. Het heet de 10 minuten regel, maar wij doen de 5 minuten regel, omdat we Niels nog wat jong vinden voor 10 minuten. Maar wat we nu eigenlijk doen is, als hij huilt, dan gaan we kijken wat er aan de hand is. En is de poepluie of iets, hè, dan ga je daar iets mee doen. Maar is het gewoon huilen omdat het leven, zeg maar, dan doen we een speentje erin, ei of het bol, en zeggen we, slaap lekker Niels, en dan lopen we weer weg. En dan, als hij dan blijft huilen of weer gaat huilen, gaan we pas 5 minuten later weer terug. En dan gaan we weer zeggen, slaap lekker Niels, ei over de bol, en dan gaan we weer weg. En zo proberen we dat nu een beetje te doen. En dat gaat ook wel steeds beter. Ik vind het heel lastig om te laten huilen. Sven is er iets beter in. Ik vind het echt dat ik denk, dus ik ben nu ook maar weer gaan puzzelen, want dan gaat de tijd wat sneller. Want ik kan, als ik 5 minuten gewoon moet wachten, dat word ik gek. Dus ik ben gaan puzzelen en dan gaan 5 minuten sneller. Dus het is wel lastig, maar het gaat op zich gaat het echt wel beter. Het enige is, overdag gaan we dus nu ook elke 90 minuten maximaal wakker en dan gaat hij weer naar bed. En dat gaat op zich ook goed, alleen hij slaapt gewoon nog niet zo lang. Dus hij slaapt een half uurtje, drie kwartier, uurtje en dat moet eigenlijk wat langer. Maar goed, weet je, je kan niet alles in één keer doen. We merken echt dat hij er ook beter onder gedijt, hij is weer blijer. We hebben dus die minder prikkels en zo gedaan. Ik heb er volgens mij allemaal in mijn vorige filmpje wat meer over verteld. Maar dat helpt ook allemaal heel erg goed. Dus we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. En daarom heb ik ook dit boekje besteld. Slaap kindje slaap. Snelgids om je kind te leren slapen van Dr. Estiville. En had ook echt 5 sterren op Bol. En het is een heel dun boekje. En ik hoorde de goede verhalen over weer via. Dus ik denk, ik wil dit ook nog even lezen. Ik heb dit dus nog niet gelezen, maar nou, hij had 5 sterren. En mensen zeiden dat het echt super fijn was. En ik er een half uur doorheen bent en zo. Dus ik wil dat gaan lezen. En ik ben heel benieuwd. En wat we verder doen is gewoon voor onszelf eventjes nu eigenlijk bijhouden. Gewoon van dag tot dag eventjes. Oké, hij 7 uur wakker, 7:15 voeden, 8:40 slapen, 9:15 wakker, 10:25 slapen. En dan zo een beetje een schema dat je een beetje een gevoel hebt van hoe dat nou gaat. Nou ja, en hier heeft nu vannacht zijn Sven en ik een nachtje in het huis van mijn ouders blijven slapen. Mijn ouders waren een weekendje weg. En dus hebben wij daar lekker geslapen. En zijn mijn schoonouders hebben opgepast, dus andere opa en oma. En dat is heel fijn om even bij te tanken. En dan hebben zij dus nu ook even bijgehouden. Poeproek tot aan zijn nekje. Ja, hij had gisteren niet gepoept. En dat hebben ze gisteravond dus teruggekregen en vanmorgen. Niels de broertje niet. Dus dat. Verder weet ik niet of ik dit nou vorige keer had gezegd. Maar dit is dus wat wij nu bij zijn laatste voeding doen. Dus de voeding van 11 uur doen we 1 à 2 schepjes rijstebloem. Gewoon om net een wat voller gevoel te krijgen in zijn buikje. En dat werkt eigenlijk wel goed. Zo goed dat hij soms zelfs ochtends helemaal geen trek heeft. Gisteren heeft hij weer heel slecht gedronken. Maar ik denk dat was omdat hij verkouden was. En ik weet niet of ik daar al iets over heb gezegd. Maar ik heb echt zoveel tips gelezen. En ik heb ze op een gegeven moment allemaal toegepast. Omdat we lichtelijk gek worden. Want hij werd de nacht van donderdag op vrijdag was het volgens mij. Of die nacht daarvoor. Nou, echt tussen de 15 en 20 keer wakker. Maar echt gewoon huilen. En hij was zo vol snot. En iedere keer moest hij hoesten en dan werd hij weer wakker. Dus wat we hebben gedaan is zijn ledikantje staat nu, zit nu 2 dikke boeken onder. Dus dat hij schuin staat. Zodat hij iets meer zo ligt. En ik heb ook nog onder zijn matrasje ook nog een soort dekentje gedaan. Waardoor hij nog iets meer schuin ligt. Want alleen die boeken hielp niet genoeg. En dat werkt op zich wel. Behalve dat hij nu een soort rondjes gaat draaien in zijn bed. Maar goed, dat is niet zo erg. Dus dat doen we. Verder een bakje met een halve ui erin. En dan doen we dan ook nog een paar sneetjes met een mes over dwars. Zodat er extra veel geur vrij komt. En dat zetten we boven, zeg maar in zijn bedje. Maar dan aan de bovenkant, zodat hij natuurlijk niet bij kan met zijn handen. Dan Luf. Dit is Fix Vapo-up. Dit is voor baby's. Het is eigenlijk vanaf 6 maanden. Dus we smeren het niet op zijn huidje. Maar ik smeer het een beetje op zijn hydrofiel, dus op zijn hoofdkussen, zeg maar. En dan gewoon een beetje aan de bovenkant en een beetje aan de zijkanten. Niet te veel, niet te heftig, maar dan heeft hij toch net iets meer lucht. En
neusspray. Ik ben hier niet heel enthousiast over, want ik vind hem niet heel makkelijk werken, want hij spuit heel vaak niet. Maar we proberen nu wel gewoon zijn neusje wat opener te krijgen, omdat hij is gewoon heel verkouden en het zit hem heel erg in de weg. Hij had laatst ook al van die snotpropjes naast zijn kussen liggen, en, want dat niest hij er dan uit. En als laatste, en die staat nu daar omdat ik bang was dat ik hem om zou gooien, maar hij staat naast zijn bed, hebben we nu een bak met water staan om de luchtvochtigheid een beetje te verhogen. Dat schijnt ook prettig te zijn, ook als je kriebels in je keel hebt en zo. Dus dat doen we nu eigenlijk allemaal om hem goed te laten slapen. En vannacht was bij haar dus mijn schoonouders hier, maar heeft hij dus gewoon wel goed geslapen. Hij werd om 2:30 voor het eerst wakker. Dus dat is heel netjes. En toen speentje erin en weer slapen. Dus dat ging eigenlijk heel goed tot 6:30 en toen was hij wakker. Dus dat is eigenlijk wel netjes. Verder doet hij het hartstikke goed. Ja, het is gewoon een heel pinter mannetje. En het is gewoon heel leuk om te zien. Het is gewoon een blij ventje. Maar ja, af en toe wordt je gewoon gestoord als je zoveel huilt. Maar, of als je gewoon niet meer slaapt. Maar het is eigenlijk een toppertje. En hij groeit nog steeds goed. Daar heb ik vorige keer ook wat meer over verteld. En volgens mij waren dat wel de belangrijkste dingen van de afgelopen tijd. Oh ja, wat ik nog één dingetje wat we dus ook nu doen is we hebben dus zo'n bedritueel wat we dan gewoon doen, zeg maar, 's avonds. Dus dan gaat hij rond 6:15 gaan we richting bed, gordijnen dicht en dan gaan we een bedritueeltje beginnen. Maar overdag is eigenlijk het signaal om te gaan slapen is een slaapzakje. En dan weet hij als ik een slaapzakje ga, ga ik slapen. En dit geven we dus nu ook mee aan het kinderdagverblijf. Zodat hij ook daar in zijn slaapzakje slaapt. Zodat hij altijd weet, slaapzakje is slapen. Daarom gaat hij ook huilen als hij het slaapzakje ziet. Maar ik moet zeggen dat hij gisterochtend voor het eerst niet huilde toen hij het slaapzakje zag. Dus toen dacht ik, oké, hij begint nu aan het idee te wennen dat het slaapzakje slapen is. En dat slaap ook niet zo vreselijk is. En hij heeft het trouwens van mij. Ik weet niet of ik het vorige keer heb gezegd, maar ik denk dat hij het van mij heeft. Want ik had als kind ook dat ik niet heel erg de meerwaarde van slapen zag. Want ik vond het veel te gezellig om bij iedereen te zijn en alles in de gaten te houden. En dat is precies wat Niels ook heeft. Dus, nou ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En alle vragen zijn natuurlijk uiteraard weer welkom. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Dus ik ben heel benieuwd of ze passen. Ik weet niet of ik ze prijzen kan zien. Ik ga even kijken. Want zoals ik al zei, bestel ik